Hoeveel jaren bent u al voorzitter van het stembureau? Dat is sinds Frits Snijders, de vorige burgemeester, is gestorven. En dat is al een heel tijd terug, dus ik zit hier een jaar of 20, denk ik. Hoe wordt iemand voorzitter van een stembureau? Dat is een beetje toevallig gegroeid. In het verleden was het altijd zo dat de burgemeester voorzitter van het stembureau was hier. En op dat moment was ik hoofd burgerzaken. En die begeleidde altijd de burgemeester langs de stembureaus, altijd. En dan ging hij nadien hier zitten als stembureaulid. Nou, zo is dat gegroeid. Daarna, toen op een gegeven moment burgemeester Van Roekel kwam en Knip, die stelde dat niet meer op prijs om hier te zitten. En toen ben ik hier gaan zitten, heb ik nog wel die burgemeesters langs de stembureaus begeleid. Maar dat is inmiddels ook afgeschaft. De burgemeester laat hier zijn gezicht zien. En ja, vroeger gingen we ook de stembureaus uitbetalen. Dat gebeurt ook niet meer, dat wordt nu op de bankrekening gestort. Dus vandaar dat het een beetje anders loopt allemaal. Hoe ervaart u het voorzitter zijn? Ik vind het altijd wel leuk. Ik moet ook eerlijk zeggen, sinds ik gepensioneerd ben, zie ik ook een aantal oud-collega's hier weer terugkomen. Dat wordt wel ieder jaar minder. Dan zie je pas hoeveel mensen inmiddels er niet meer werken. Ik denk, als ik van de 5 ambtenaren, dat ik er nog 1 ken. Zo is het verloop inmiddels hier gelopen. Ja. Waaruit bestaat uw taak? In principe controleren wij de oproepkaart met het identiteitsbewijs. En daarnaast kijken wij ook altijd of hij niet op het register voorkomt. Het register, dat betekent dat de stemkaart van iemand is ingetrokken omdat hij een kiezerspas heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld omdat iemand overleden kan zijn, dan is die stemkaart ook ingetrokken. Dus als iemand anders met die stemkaart zou willen stemmen, dan is dat niet mogelijk. Gerechtigde leeftijd. Nou, er staat geen pensioengerechtigde leeftijd voor. Maar mijn ervaring is dat als je 75 wordt, heb ik in het verleden gezien met medeleden, iets minder alert wordt. Het is toch een lange zit. Ik bedoel, ik was hier vanmorgen 6:30. Nu met 2 stemmingen, dus voor het waterschap, kan het vannacht wel eens 3 uur worden voordat we alles hebben geteld. Als je dat op je 80ste nog zou redden, dat lijkt me niet. En je kunt beter zelf op tijd afscheid nemen dan dat iemand op een gegeven moment zegt, wordt het niet eens tijd dat je opstapt. Dat moet je voor zijn.